Hallo Jesse. Jesse die heeft ook last van de sneeuw, zo te zien. Oh! Oh, ja, daar ging Ryan. Nou, hey, nee, ik ben verkeerd gereden. Ik ben verkeerd gereden, huh? Jaraski hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Yara Race aflevering hier natuurlijk op mijn kanaal Jaraski Gaming. Vandaag zit ik hier weer samen met je boy, Ryan de Bakker. Hi. Hi, en gaan we natuurlijk weer drie van jullie gemaakte races racen. Er ligt natuurlijk wel sneeuw in GTA, dus weg zoals ik kan zien. Ik zie nu pas. Oh, ligt ook sneeuw, dus we moeten een beetje oppassen met het racen ervan. Maar het is natuurlijk wel weer leuk dat er sneeuw ligt. Dus vind je het dan leuk? Ram natuurlijk zo'n keihard op like, dan racen jullie races. Dan geven we de race natuurlijk een tip op het moment dat het eigenlijk ja, nodig is om die een tip te geven. En aan het einde geven we de race natuurlijk ook nog eens een cijfertje van 1 tot en met 10. Dus, Ryan? Ja? Ik lig derde. Ja, ik lig laatst. Ik heb één klein probleem. Oh. Ik heb mijn minimap niet aanstaan. Oh, meen je dat? Dat kan niet. Nee, dan weet je niet waar je naartoe moet, hè? Dat is nee, niet dus ik volg oh, we gaan de stunt in. Ik hoop dat die stunt het doen met... Oh nee, ik ga eroverheen! Ik hoop dat die stunt het allemaal doen met die sneeuw, joh. Dat is best wel lastig nu, race eigenlijk. Ja, ik haal hem tot natuurlijk overal sneeuw. Ik zit in de waarheid. Oh ja, nice, ik was net uitgebouwd. Ik heb hem. Ik heb hem niet. Echt? Waarom doet het bij jou het helemaal? En waarom doet het bij mij alles gewoon niet, hè? Ja, omdat ik gewoon een beast bent. Ja, dat is wel waar, daar heb je wel gelijk. Nou, ik sta tweede zonder minimap. Dat is wel een prestatie. Dat is wel knap, ouwe, ik zweer het je. Oh my god. Bij mij doet hij het ook. Voor nu. Ja, ja alles lekker. Staat wel lekker aangeduid waar hij naartoe. Holy knetter, dit is wel een sick race hoor. Oh, ik kom alleen niet helemaal goed uit. Waar moet ik nu naartoe? Oh, daar. Heel erg. Dat doen we gewoon zo. Dan draaien we even rustig om. Oh. Oh, dat is glad op de weg. Ja, die sneeuw hè. Haal ik het nu niet? Oh my god, nu haal ik het niet! Nee, ik kwam niet goed uit, hè? Echt? En nu moet ik helemaal opnieuw! Ah, ik kwam goed uit, hoor. Ja, jij wel weer. Maar ik heb een Osiris. Jij hebt zo geluk. Ik heb een T20. Ik dacht, ik pak een keer een T20. Ik doe een keer wat anders, weet je. Had ik toch maar mijn Osiris. Had ik toch maar mijn Osiris gepakt, hè? Ja. Zie je wel? Osiris is gewoon de bom, jongen. Ik zweer het je. Oh, remmen. Ik word gelapt. Ik ben gelapt. Leiden, ik ben gelapt. Oh, daarmee. Niemand die het weet. Door mij. Nee, niet door jou. Jawel, ik ben weer al bij de stand hoor. Echt? Ja. Ja, ik ga echt weer Osiris gewoon pakken hoor. Ik zweer het. Oh! Oh my god, ik kan altijd niet zien. Kom dan! Als ik nu die checkpoint niet heb, jongen. Oh, ik heb hem! Oeh, ik heb hem hoor. Ik had zo geluk. Ik knalde bijna naast die checkpoint nog, hè bro. Bijna. Maar het is niet gebeurd, ik heb hem. Ik heb een beetje raar die stunt, maar ik heb hem niet. Nee, jij hebt hem ook niet goed zo. Nee. Ik kwam niet goed uit. Goed zo, kijk, dat wil ik horen. Ik sta 11e, bro. Ja. Ik wil gewoon niet een TNF krijgen. Het is echt glad, joh, met de sneeuw. Wow, yo. Nu kom ik weer goed uit, ja. Het is ook moeilijk om soms een beetje te zien waar je moet rijden, joh. Die hele weg is natuurlijk wit. Ik heb een randje. Alles is wit. Goed zo, kijk, Ryan, dat had ik net ook. Maar het zijn 3 laps, hè, by the way. Ik ga hem cheaten. Aronski stuurt me een bericht. Jij bent echt beast. Hey, thanks, Aronski. Huh? Deze ben ik nou niet echt heel erg beast, maar... Heb ik hem nu gecheat? Ik weet niet of ik die checkpoint heb. Ja, je moet die checkpoint... Die checkpoint zit best wel... ik heb hem niet. Ver, zeg maar. Je moet echt de hele stunt halen. Alleen dan kan je de checkpoint pakken. Plus je kan hem niet cheaten. Dus dat is sowieso goed gemaakt. Oh. Ik heb nu heel de tijd een randje. Dat is niet handig, hè? Ja, mijn eerste plek wordt altijd weggegeven door iets... Oh my god. Hop. Ik heb weer een randje, ik kreeg altijd een randje vanaf Hoeveelste lap ben je? Ja, tweede. Echt? Oh, dan heb ik er nu ingehaald als ik hem in één keer haal. Ja, maar iedere keer als ik bij dat dak kom en de bocht heb ik een randje. Oh, daar heb ik juist weer geen randje. Ik heb een randje als ik op die containers land. Echt? Ja, maar als je op die containers bent en je hebt die snelheid niet, ik denk dat ik het nu weer niet haal. Kijk, hier haalt alles, maar meteen als... ik heb hem land. Maar er ligt natuurlijk wel sneeuw, hè, dus... Oh my god! Oh, ik land op een bord of zo. Ja, ik heb hem ook. Daar gaan we, nu lig ik 7e. Ja, ja. Oh, ik lig achter je dan. Ja, jij ligt achter... Oh, ik zit achter me te kijken! Okay. Thanks voor die paal, hè. Bro,
Wat doe jij nou, Ryan? Ja, de muren gebreken. Ja? Jij lekt weer zo hard, jongen. Bij mij kan al echt overal weer tegenaan. Echt? Gewoon. Je moet echt een keer je internet gaan verbeteren, hoor. Dat is niet normaal. Ja, GTA heb ik dat altijd. Oh, zag je die drift, jongen? Ja, dat was één dikke, ik zag hem. Dat was één dikke drift, gek. Ja, die sneeuw, jongen. Nu haal ik je erin, hè? Zo moeilijk om in te racen, gewoon. Oké. Nou, dan gaan we. Laatste lap, bro. Ben je klaar voor de drift? Ja, deze bocht is scherp, hoor. Oh. Ik kom hier de hele tijd gewoon op de stoep uit, omdat je hem niet meer scherper kan nemen. Maar ik gebruik mijn handrem niet. Ik doe eerst, als je naar rechts wilt, eerst naar links en dan naar rechts. Dan slip dan slip je sowieso gewoon helemaal weg. Ja, maar dan kan je beter je drift maken. Oh, die lul die knalde die dan tarenpaal onver, jongen. Je hebt dan beter je drift dat je kan doen. Ja, maar je hebt niks aan te driften. Driften gaat alleen maar langzamer, hè. Ja, maar ik heb daar net wel allemaal mensen ingehaald. Ja, net? Dat ene keer gaat het goed, ja? Ja, je hebt hem er net ingehaald. Ja. Doe maar weer stoer. Je gaat crashen. Nee. Jammer. Ik knal hier net tegenaan. Tegen de zijkant van die brug. Oh. Je hebt hem niet, hè? Doei, Ryan. Ik ging te hard. Oh, ik heb ook een randje. Nee. Oh, nu heb ik een randje. Ja, dat was karma. Ja. Ik zit jou uit te lachen. En ik krijg zelf een randje, hè. Dat is een beetje jammer dit eigenlijk. Maar ja, is niet erg. Hoppa, ik ben weer weg, hoor. Ik ga er ook iemand weer zit vast in die stand. Oké, hier heb ik een randje. Nu heb ik een randje. Nee, lap 2 had ik er 1 keer, hè. Hij doet het wel goed, alleen je hebt af en toe een beetje geluk. Ik heb heel een randje bij dat dakje daar, met die glazen ramen. Nee, ja, misschien is dat je spoiler wel, hè. Ja, dat dus je een spoiler die er tegen botst. Ja, precies. Want dan is die voor non-custom Osirissen. Ik heb hem wel al 2 keer gehaald. Oh, yo, ik ga het even zo doen. Bro, de veer is heel veel mensen nu, hè. Hallo, Aronski. Oh my god, ik nou ingehaald? Er bijna naast. Ja, ik kwam er bijna naast. Je hebt me gewoon ingehaald net. Oh, ik kom ernaast. Oh, nee. Je hebt hem. Hoe is de stijl? Oh, dat was een paal! Dat was een paal, bro. Ik kom goed uit. Hey, Ryan, jongen. Hey, Jan, jongen. Hoppa. Oh, je kan hier niet remmen, jongen. Oh. Je kan haar niet remmen, man. Ik heb je wel ingehaald, hoor. Oh, paal. Oh, bedankt, hè. Alsjeblieft. Go. Nee! Go! Het is echt. Oh. Nee! Kom op! En ja, ben je gecrashed? Ja, die paal. Yeah! Voor Ryan gefinished, hoor. Dan vind ik het helemaal mooi. Hey, wat voor cijfertje geef je deze race, man? In de sneeuw, hè? Dus dat is wel even lastig. In de sneeuw geef ik hem een 8. Een 8. Ja, ik ga voor een 8,1. Puur gewoon omdat ik voor je ben geëindigd. Nee, gewoon een goede race, man. Wat we gaan doen is, we gaan natuurlijk meteen door naar de tweede race. Daar zijn we dan natuurlijk in alweer de tweede race. Er stond dat een Sanchez recommended was. Ja, ik heb iets anders, hoor. Alleen, we konden geen Sanchez pakken. En ik zie nu misschien wel waarom een Sanchez het handigste was. Want dat is natuurlijk een motor. En zoals je kan zien, wordt dit best wel krapjes. Dus we gaan gewoon kijken wat we vanaf kunnen gaan brengen. En ik hoop dat dit in een auto kan. Nee, ja, contact is niet handig, maar als je eerst ligt wel. En dat ligt Je kan niet eens die rem pakken hier. Nee, ik lig eerst, dus daar heb ik geen last van contact. al die kleine pantjes. Ja, dat vind hier. Ik wel leuk, hoor. Ja, mensen staan nu al stel voor de rem. Oh my god. Bro, dit wordt iemand hield me. Is niet erg. Dit wordt zo erg. Gelukkig heb ik er geen last van. Ik lig eerst en tweede met iemand anders. Iemand treedt dus af. Dus mij kunnen ze niet beuken. Later, hè, Ryan. Later, hè. Ik lig lekker vooraan. Oh, wat een beast ben ik toch weer. Je, ik ga respannen en ik rij gewoon door iedereen heen. Ja, dat zou ik ook doen. Mip. Het is wel een grappig autootje dit. Ja, dat kan niet. To the left. Toink. To the left. Nou, mensen, allemaal eens aan de kant. Dan kan Ryan met hier passeren. Allemaal eens. Oh, je moet een hele walrijd doen, joh. Echt? Maar dan ben ik blij dat ik deze auto heb gepakt en geen Sanchez. Oh, ik heb een randje. Oh, ja. Dat is een beetje jammer. Dat is een beetje jammer, want nu komen de andere mensen achter me. Ryan moet eerst. Ryan moet punten Jongens, geven. Jongens, niet mijn beuken alsjeblieft. Oh my god, dit wordt één grote. Oh, jongen, die walrijd is lastig nu, man. Want je glipt. Er ligt natuurlijk overal sneeuw. Dus op die walrijd ook, man. En iedereen is nu bij me. Ja, oh nee, iedereen gassen, is bij me. Gassen. Ja, ik heb de eerste checkpoint. Iedereen glipt weg. Iedereen glipt weg op die wal. Ik help je, bro. Het is kerst, ik help je naar boven. Ja, ik heb eindelijk de eerste checkpoint. En dan wil hij me beuken, serieus, Mike? Niet doen, hè? Ik heb je gewoon geholpen hier, ook. Oh. Oké, daar gaan we. Hoppa.
Het is leuk in de sneeuw, jongen. Ik zweer het je. Ik race in de sneeuw is leuk, man. Oh. Oh, waar ben ik nu? Oh, yo, wat moet ik doen? Toet, toet. Ja, jij hebt een custom. Dat is niet eerlijk. Daar gaan we. Appa, ik ga gewoon door jullie heen, hoor. Wat? Draai alvast. Dan komen we meteen goed uit. Oh. Door mijn nice. Map, weet oh nee, nu moet ik moet tegen jullie in. Ik moet tegen jullie in. Nee. Uh-oh. Hij kan weer niet testen met mijn auto. Hallo jongens. Hoi. Ja, hoi. Hoi. Ja, lekker hoor. Ja, gaat goed. Alles onder controle. Lekker hoor. Ja, oké. Okay. Hallo Jesse. Jesse, die heeft ook last van de sneeuw, zo te zien. Oh, ja, daar ging Ryan. Hey, nee, ik ben verkeerd gereden. Huh? Waar moet ik naartoe dan? Ik zag jou ploffen, nu ben ik helemaal verkeerd gereden. Oh, ik moet hier. Recht. Ik moet hier de berg op. Ah. Jongen. Oh my god. Zo. Oh, dit is grappig, ouwe. Dit is echt een leuk raceje. Kom ik hier overheen? Ja. Oké, okay, nice. Hele checkpoints. Oh, nu reden mensen allemaal tegen me in. Ja, je moet uitkijken daar. Je moet uitkijken. Ja, jongen. Ryan keek niet uit zo te horen. Turbootjes. Dit gaat te hard, dit gaat te hard. Je moet te hard. De kant op, vriend. Oh, wall uit. Beast, jongen! Beast! Go, go, go! Zo. Vloo. Wanneer mag ik keren, paal? Oh, beter kom ik hier op het platform, want ik slip helemaal weg! Wacht op mij, ik weet niet waar ik naartoe moet. I want moet a checkpoint, anders. Man! Ik moet de hele tijd iemand achtervolgen, anders weet ik niet waar ik naartoe moet. Zo. Ik heb de checkpoint. Aan de kant, ik moet die war uithalen. Die waarheid glipt iedereen op weg, jongen, want hij is vet glad nu gewoon. Oh, je kan hem ook niet cheaten. Oh, jawel. Nee, want het is helemaal volgebouwd daar. Je kan toch via de teun, oh, of niet? Oh. Dankjewel dat je daar een markkraampje hebt geplaatst, dat hebben we nu gered namelijk. Thank you very much. Nou ja, ik heb hem gecheat. Volgens mij ben ik verkeerd gereden. Oh nee, is dat hier afgesloten? Oh, je kan wel met de spankje hier. Ben ik nou hier verkeerd gereden, of? Wacht even, hoor. Oh my god. Oh, volgens mij moest ik via de buis. Volgens mij moest ik via de buis de checkpoint halen. Maar ik ben gewoon andersom gereden. Ja, jongen, ik moet die waarheid pakken. Ga er dan niet voor staan. Ik ben een cheater, Ryan. Ja, ik niet. Ik ben een faler hier. Ja, maar dat wisten we allemaal. Ja, maar dat was al algemeen bekend. Ze staan me op te wachten bij die waarheid. Daarom moet je eerst liggen, bro. Ja. Je had gewoon aan het begin dat je door moet rijden. Dan had je, ja, kijk, ik heb van niemand last gewoon hier. Ja, ik al vanaf de eerste checkpoint. Ik heb 2 minuten over de eerste checkpoint. Go! Woe! Ah, steekt er daar een schoorsteen uit op die waarheid? Ja, nee, daar kralde ik ook tegenaan! Daar kralde ik het ook tegenaan. Ik ga weer de volgende waarheid in. Ik vind het wel mooi hoe die opstap voor die waarheid heeft gemaakt gewoon. Dat is wel echt soepeltjes. Hé, ik heb hem. Je glipt weg, stom sneeuw. Wajo. Ik heb hem eindelijk. Lekker hoor. Dan ga je sowieso een DNF krijgen, dan kan ik je wel eens garanderen gewoon. Ik sta 9 hoor. Oh, ik sta eerste. Oh, nou, naar beneden toe. Zit je achter mij? Nee. Oh. Ik ben heel ergens anders. Oh, je gaat helemaal weg hier. Oh! Het is maar 1 lap, joh. Oh! Ik zie de finish! Ik zie de finish! Ik ga er gewoon voor. Iemand stuurt mij sneeuw. Ik moet keren, ik ga over de checkpoint. Go, 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 ik zie de finish. Go, auto, klim dan naar boven, auto! Go, 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 go. Ja, ik ging over de checkpoint. Alright, en hoe kom ik nu is bij de finish? Het is ook voor het eerst een Ryan die hard had. Oh, hier. Oh nee, niet naast het platform komen, Jan. Nee! Are you kidding me? Oh my god. Heb je de finish gemist? Nou, ik heb het platform gemist, maar gelukkig kan ik hier gewoon naar boven toe. Ja, zo. Cheater. Nee, niks cheater. Wat? Nu is Mike eerste! Ja, hoor, meen je dit? Nee, dit is, ik zat zo mijn best te doen, ik wist dat er iemand achter me zat. Maar ik had een... Oké, ik ben tweede. Fair enough, ik ben tweede. Ik vond het een leuke race, man. De wallrides heb je sowieso goed gemaakt, dus dat vind ik wel leuk dat je dat zo hebt gedaan. En als cijfertje geef ik hem een... Ik vond wel, het is een keer een andere autootje. Dat vind ik ook wel leuk. Ik geef hem ook een 8,1. Het is natuurlijk gewoon kerst. Het is bijna al een nieuw jaar. 8,1, wow. Man. Oh, lekker hoor. Ja, hier, dat deed ik ook. Oh. Hoeveel mensen racen er mee? Dan wil ik kijken of je DNF krijgt. Nou, eentje voor me. Die gaan de DNF-counter starten, hè? Ja. Oh nee, niet. Het zijn er 20, dus je kan nog verder. Moet ik nog ver?
Moet naar links. Ja! Ja, jij mist ook het platform. Je moet nog redelijk ver, ouwe. Nog redelijk. Ik denk dat je nog al 2 minuutjes bezig bent. Hoppa. Nee, je moet hier op het platform. Ja, daar ja. Daar kan je hem pakken. Hoppa. Ja. Ah, waar moet het nu naartoe? Ik heb je minimum. Gewoon niet daarheen. Ik heb een minimum, dus ik kun je niet. Zet dat, zet dat even aan dan of zo, joh. Ja, jongen, ik kan toch niet midden in de race? Tuurlijk wel, je ligt op 9e, dus je gaat toch wel finishen. Ja, tuurlijk. Maar je moet de wereldrecord neerzetten. Nou ja, dat heb je sowieso al gehaald. Nou ja, je moet de buis in. Ik deed het dus niet. Ik reed er gewoon omheen. Oh, en nu? Maar volgens mij moet je de buis in. Volg gewoon de buis. Nu zien we de echte route. Ja, zo maar ik weet niet waar de checkpoint is. Ik was daar naar rechts gegaan. Oh. Maar volgens mij moet die zo. Waar is dat, mensen? Ik heb een kaart gecheat. Hey! Kijk, want hier moet je uitkomen en dan heb je de checkpoint. Zie je, zo hoort die. Ik had hem andersom gedaan, man. Ah, je bent aan de andere kant. Ja, ik kwam hier uit. Ik kwam daar uit het zijstraat, zeg maar. Hier moet je naar rechts. Ja. Hoppa. Goed zo. Ja. En nu ben je er bijna. Dan moet je daar nog naar boven walrijken doen en heb je hem. Wat voor cijfers geef jij hem, Ryan? 7,9. 7,9. Nou, dat zijn het gewoon mooie cijfers natuurlijk. Wat we dan gaan doen, want Ryan gaat sowieso nog wel finishen. Ja. Is we gaan door naar natuurlijk alweer de laatste race. Yay. Daar zijn we dan in natuurlijk de laatste race van vandaag. Het is een Field Master race. En ik weet nou niet of dit haalbaar is in de sneeuw, maar... Oh, ik heb geen turbo! Nee! Ik ook niet. Nee! Iedereen haalt me nu al in, jongen. Ik zat weer eens niet op te letten. Nou, daar gaan we, hoor. Je bent aan cheaten, jongen. Ik ben... Are you kidding me? Are you actually kidding me gewoon? Oh, knallen, iedereen knalt er tegenaan, jongen. Ik niet. Iedereen. Nee, jij niet. Oh nee, jij rijdt hier nog. Waarom? Jij bent ook gecrashed, ouwe. Helemaal niet. Jawel, je zit hier achter mij. We hebben mijn achterband tegen je zagen knallen. Ah, ja, dus ben je er toch tegenaan gereden. Maar ik zag het. Maar daar gaan we. Hoppa, oh, dit is iemand doet de frontflip, jongen, bij mij. Ah, ik ook. Wow, yo. Ik doe het ook. Je haalt hem ook maar net, ouwe. Wow, yo. Oh, ik sta niet een keer stil. Okay, alright. Dit is Fieldmasters zijn altijd grappig, jongen. Waar nu naartoe? Hier naar rechts. Zo. Lekker kan je de ballen niet draaien. En dan weer de andere kant op. Dit zo. Had... En dan weer de andere kant op. Wat een zo. Epische En dan race. In de buis. Nou, ik sta derde hoor. Lekker bezig. Ik doe een heel rondje weer. Ja, ik heb super kort gestuurd gewoon daar. Ho. Oh. Hoppa. Oh. Go Fieldmaster. Go Fieldmaster. Hoeveel sta je? Derde. Oh. Ja, mensen die troll aan het begin hebben geskipt, zeg maar, die er gewoon langs waren gereden, die hebben nu natuurlijk een keiharde voorsprong. Ja. Er ligt ook sneeuw in de buizen. Ja, er ligt overal sneeuw. Dat is echt raar. Normaal. Waarom ligt er sneeuw in de buizen? Oh, er staat hier een stopbord. Oh nee, hè. Oh ja, hè. Dan moet je stoppen. Oh nee! Oh, pak de linkerkant, hè, bij dat rempje. Helemaal niet, ik pak rechts. Wel, ik zweer het, pak links. Pak rechts. Nou, dan heb je turbo. Waarom nou weer? Als je rechts pakt, dan je... Oh, die, oh! We moeten hier naartoe, joh. Oh. Ik reed helemaal verkeerd, man. Oh. Oh. Nee! Iemand viel. Was jij dat? Was jij degene die viel? Ah, ja! Lekker bezig houden. Go! Nee, de rechterkant had turbo. Dit is best wel een grappige race, man. Dit is een beetje gok op sommige momenten. Nou, ik heb eerst gehoord. Vind ik wel leuk. Tutut. Tutut. Tut. Oh, doe je door het ding heen. Hoppa. Nee, niet af, niet af. Nee, nee. Oh. En de base. Woe. Ik rij lekker door, hoor. Vind het wel leuk. Het gaat niet heel snel natuurlijk, maar... Waar zijn we ook? We zijn in de gevangenis. Nee. Militaire base. Is dit een militaire base? Oh ja, dit is een militaire basis, ja. Ik zie het nu pas. Ja, die sneeuw, hè. Ja, je ziet het weer aan niks. Huh? Ik sta eerst, zegt dat ding, huh? Ah, ik sta vijfde, zegt dat ding. Klaas. Hij zegt dat ik eerst sta. Oh, dit is turbo zijn hart. Wojo, 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 wojo. Bro, ik sta gewoon eerste. Niet. Ja, ik zweer het. Ja, cheater. Nee, nee, hij valt nou cheater aan je mond. Ja, ik moet eerste staan. Nee, nee, jij kan geen eerste staan. Nou, dat is gewoon onmogelijk. Oké, okay, ja, kom maar. Ik wacht op je, ja. Maar ja, ik ga mijn toverkunsten. Dus, ja? Agrakadabra, Ryan wordt eerste. Respawnen, hoppatee. En dat weet ik dan, kan ik al mijn respawn knop in drukken. Ja, ik dacht, hier, ik help je, hè, zie je dat? Ja. Ik gun je gewoon de eerste plek die je toch ooit gaat halen. Die Tigo met zijn Fagio, jongen. Ja, maar hij ligt geen eerste met die Fagio, dus... Ben ik te vroeg gerespawnd? Hop. Nee, hè? Oh.
Ja, ben je ook bij dat respawn stukje nu? Ja. Oh ja, dan moet nog een keer zo meteen respawnen. Twee keer moet je dat doen. Dan verlies je. Heb je eindelijk snelheid in die tractor, weet je wel? En dan moet je respawnen. Dan moet je weer helemaal opnieuw gas geven. Oké, een spiral in de tractor. Ik ben benieuwd. Ik heb iemand ingehaald. Ik heb hem! Die spiral is grappig, spiral. Man. Oh, je moet je weer respawnen. Oh, ik zie je rennen. Ja, echt? Ik ben net gerespawned. Nee, ik zit nu in de spiral. Go. Oh, iemand knalt hier dat ding aan. Ja, hier is hij boven me. Dit ding gaat zo traag, joh. Hoezo? Eerst halen we allemaal in! Hoe dan? Ik sta eerst. Helemaal niet. Nou, ik heb even. Ja, zie je? Oh ja, dat stond wel at het first, ja. Nou, ik maar ben je staat geen eerste, bro. Ja, ik sta nu tweede, iemand heeft me gewoon ingehaald. Oh. Nu sta ik achtste. Kom op, trekker. Lekker trekker. Okay, ik zit nu in een bus met boosters. Dit gaat hard. Ik neem de binnenbocht. Hier, wie staat er nou eerste, hè? Yarasakiya, ja, man. Oh, waarom is hij hier naartoe? Oh. Oh nee, ik kom niet goed uit. Go, trekker! Hoeveel checkpoints moeten we nog? Hoe zit je weer aan het begin? We zitten op de helft, ouwe. Niet. Het is één lange trekker race, ik zweer het je. Ik had gek geweest. Go. Ik ben al op de grond geland. Ik weet niet waar jij... Oh, je ligt net ver achter. Oh. Hey. Kijk, ik spring nu naar beneden. Ja, nu pas spring je naar beneden. Wij zijn al lang beneden. Nu pas, ik zie iedereen, mijn vriend. Ja, maar kijk even hoe langzaam je gaat, vriend. Ja, ik heb boosters, hoor. Ik heb een rocket tracker. Ja. Dat zou wel echt briljant zijn, jongens, dat zou doen. Ja, ze hebben vrienden auto's, onderwaterauto's. Wat de... Ben je nu aan het springen? Ja, maar dat ging niet helemaal goed. Ik dacht, ik spring via die buis, want ik vertrouwde het niet. Maar... Nee! Nee, nu ben ik weer helemaal hier! Oh my god! Ik ben weer helemaal hier! Are you kidding me? Ja, ik sta eerste! Heb je die checkpoint? Ja. Maar jij vieze cheater. Wat cheater? Dankzij mij heb je hem, dankzij mij. Oh, ik ben het water gereden! Oh! Ik moet helemaal opnieuw. Waarom zit hier geen extra check? Ik moet weer helemaal... Ik lig nu zo ver achter en Rijn, ik zweer Ik ben hier helemaal in mijn eentje. Ja, niemand heeft het gewoon gehaald. Welke kant moet je pakken? Links of rechts? Rechts. Oké, dan doen we dat. Maar wacht, een stop wordt. Heel veel wacht op stop. Nee, ik weet het niet. Wacht, ik ging wel rechts vooruit. Links zat sowieso. Ik ging wel rechts vooruit. Oh ja, nee. Je moet hem inderdaad rechts pakken. Ja, ik heb hem nu. Oh, echt? Ja. Nee, ik zie hem al. In het water. In de water. Hoppa. Toet, iemand zit bij mij. Je moet daar buiten weer respawnen op een moment. Ik lig tweede. Jij ligt zo ver voor. Je bent gewoon de enige. Ik zweer het je, enige die hem heeft gehaald, ouwe. Ja, ik zei toch dat ik de eerste ging worden. Nou ja, nu heb je wel gelijk. Ja, dat moet ik wel toegeven. Maar misschien faal je nog wel. Misschien komt er nog wel een trolletje in. Nee, maar hier is de finish. Nee, helemaal niet. Je moet over de 12 points. En hier zijn er heel veel checkpoints. 11, 10, 9, 8... 7. Jij kan geen eerste worden, dan is gewoon, dit is een corrupte race gewoon. Oh. Waar moet je heen? Moet je hier naar boven of zo? Je moet respawnen daar ergens. Ja, die heb ik al. Oh, je moet hier die walride doen of zo. Oh nee, ik ga over de checkpoint heen. Hop. Ja, je moet daar de walride te zien. Oh, de finish! Ja! Nee, echt? Ben je echt eerste? Ja. Nee. Jawel. Je bent gewoon de enige die me in één keer hebt gehaald, hè, jij lucky bastard. Ja, oh, hier, ik ben nu ook. Oké, je bent eerste. Rijn is eerste. Oké, applausje. ik geef je een applausje. Dank je wel. Ik ben trots op je. Eindelijk is eerste plek. Toch heb ik je gewoon gemotiveerd. Zodat je beter je best ging doen. Ja, maar we winnen nu. Dus stiekem moet je mij nu wel bedanken, hè. Oh, 30.000. 30.000. Ik ben tweede, man. Dan kom ik aan. Tweede plek! Niet meer inhalen, hoor. Maar dat heb je net ook al gedaan. Dat stukje van voor naar de finish gaat echt zo slow, man. Ja, dat ben ik nu ook, ja. Gelukkig heb ik er twee laps aangezet, nou, dat was helemaal erg. Hey, wat voor cijfertje geef je hem, Ryan? Voor een tracker race geef ik hem een 8,3. Het was wel veel te variatie.
8,3. Ik geef hem een 8,5, man. Ik vond Sirius ik vond een leuke race, ouwe. Daarbij, jongens, zit wel weer deze aflevering van de Yara Race deur op. Dus mocht je nou hebben genoten, ram natuurlijk zoals je kaart opleiding. Je kan natuurlijk zelf altijd nog je races aanmaken. Dat kan je heel erg gemakkelijk doen door gewoon een vette race te maken. Hier maakt niet uit wat voor race het is. 30 man lobbyen in de race aan te maken en gewoon Yara Race in de titel te zetten. Want dan kan ik de volgende keer voor jullie gaan spelen. De volgende aflevering wordt ook meteen de laatste aflevering van het jaar. Dus dat is sowieso natuurlijk grappig. En dan zie ik jullie bij natuurlijk de laatste aflevering van dit jaar. Tot de volgende keer, mensen. Doei. Bye bye.